Nou, het is belangrijker dat we met elkaar overeenstemming hebben bereikt dan om nu met elkaar alle verschillen van inzicht te gaan delen, zou ik willen zeggen. Ik vraag u naar de belangrijkste. Maar de belangrijkste verschillen, nou, om eens één voorbeeld te geven, de vormgeving van de hub, een van de cruciale onderwerpen, is natuurlijk lang gesproken over hoe doe je dat, dat je daar echt een gezamenlijk commitment van maakt. Dat het geen Nederlandse hub wordt op de Cariben, maar dat het een gezamenlijke hub wordt. Nou, daar hebben we best intensief over gesproken. Ook over bijvoorbeeld hoe personeel juist uit de landen daar een onderdeel van wordt. In welke mate, in welke intensiteit, met welk kostenplaatje. Ja, u kunt zich ongeveer indenken wat voor verschillen daarachter zitten. Maar dat is een van de onderwerpen waar ook best een intensief gesprek over is geweest. Dan zegt u dat er stappen moeten worden gemaakt in het slavernijverleden. Kunt u aangeven welke stappen er nog gemaakt moeten worden? Wat we vandaag afspreken is dat we uiteindelijk een commissie met elkaar willen vaststellen die gaat kijken op welke manier inderdaad het slavernijverleden doorwerkt in de gemeenschappen, in de bewoners van de landen van het Koninkrijk. Dat is ontzettend belangrijk, omdat we met elkaar hebben afgesproken dat er inderdaad werk is om achter de komma invulling te geven aan de excuses. We doen het heel voorzichtig, stapje voor stapje, want we weten dat er grote terechte emoties zijn over op welke manier je hier invulling aan geeft. En daarom is dit een kleine stap vooruit, maar wel één in de goede richting.